Deze boten die zijn eigenlijk nog een overblijfsel van waar Mersluis vroeger bekend om was. Dat waren het thuisstation van de zeeslepers van Smit. Dit is de Hudson waar we nu op staan. Dat is een van de oudste schepen en uiteindelijk ook een hele kleine. Maar die heeft toch alle wereldzeeën bevaren met dokken en dat soort zaken. Achter ons ligt de Fury. Dat is geen sleper van Smit. Maar deze heeft gevaren in Scandinavië en vooral met boomstammen. Gevaren naar de houtfabrieken, papierfabrieken in Scandinavië. We hebben korte excursies en dan varen we de haven van Rotterdam rond. De wat langere excursies zijn naar IJmuiden of naar Hamburg of waar dan ook. Als er weer een evenement is, een maritiem evenement, en we worden uitgenodigd, dan gaan we daar naartoe. En dan liefst met passagiers. Het is voor het eerst sinds de Wereldhavendagen er zijn dat de hele vloot uit Mersluis hier ligt. Dat is op zich al een uniek moment. En we verwachten vrij veel bezoekers nog. Dus ik denk niet dat ik tijd heb om van boord te gaan.